Voorzitter, het gaat al weken over racisme, maar we hebben het weinig echt over racisme gehad. En daarom ben ik blij dat we nu dit debat voeren. Na de dood van George Floyd gingen ook hier tienduizenden mensen de straat op. Tienduizenden mensen met bordjes I can't breathe. Drie woorden die symbool stonden voor angst, voor vernedering, voor ongelijke behandeling die mensen hier in onze samenleving ook ervaren. Daarna ontstond een soort golf waarbij mensen hun eigen persoonlijke verhaal, hun eigen ervaring met racisme in ons land vertelden. Sommigen spraken er voor het eerst over, anderen hadden het er al jaren over, maar werden nooit gehoord. Sommigen deden het op tv, anderen bij de koffieautomaat. Sommigen waren beschroomd, anderen woedend, de meesten waren verdrietig. En wat vertelden ze ons? Ze vertelden hoe ze bespuugd werden, hoe ze klappen kregen. Ze vertelden hoe ze een huis niet kregen vanwege hun huidskleur, hoe ze een baan niet kregen vanwege hun achternaam. Ze vertelden hoe het is om in de rij de enige te zijn die eruit gepikt wordt. Niet één keer, maar elke keer. En intussen ging het al gauw over Femke Halsema en de demonstratie op de Dam. Over Derksen en Gené. Over wie er een hypocriet is en wie een NSB'er. Het leek bijna alsof de strijd tegen racisme vervormd werd tot een soort strijd tegen de vrijheid van meningsuiting. Maar ik heb nieuws. Je kan én tegen racisme zijn én voor de vrijheid van meningsuiting. Sterker nog, dat is wat onze grondwet ons voorschrijft. Voorzitter, dit is waarom dit een belangrijk debat is. Omdat we door die cacophonie van mensen die aldoor maar zeggen dat ze niks meer mogen zeggen in dit land, niet meer horen wat er echt gezegd wordt. Door die demonstranten, door de mensen die een verhaal met ons delen. Dat die strijd tegen racisme een strijd voor een gelijkwaardige behandeling is. Dat mensen een plek aan de tafel opeisen. Dat mensen die al generaties lang Nederlander zijn, het compleet zat zijn om zich te moeten invechten. Dat voor veel van de Nederlanders die zich nu uiten, institutioneel racisme niet een vermoeiende sociologische discussie is, minister-president, maar iets wat ze in hun dagelijks leven beperkt. Waardoor ze minder gelijk behandeld worden, waardoor ze minder veilig zijn en minder vrij. En mijn doel voor dit debat, mevrouw de voorzitter, is niet de krantenkop of de volgende ophef. Mijn doel is dat we aan het eind van het debat concluderen dat we er concreet wat aan hebben gedaan. Dat we beleid hebben gekoppeld aan reëel bestaande ongelijkheid in ons land. Ik sprak net mijn hoop uit dat we aan het einde van dit debat er concreet wat aan hebben gedaan. Dat mensen hebben gezien dat wij als volksvertegenwoordiging onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat we ook het niet-ophefwerk zijn gaan doen. Dat we ons hebben weten te weerhouden. Dat we de verleiding hebben weerstaan van elkaar alleen maar de maat nemen, maar naar het probleem zelf hebben gekeken. En daar wil ik een aantal voorstellen voor doen. Het eerste voorstel dat ik zou willen doen is een staatscommissie in te stellen. Een staatscommissie die onderzoek doet naar het ingebakken structurele racisme, het institutionele racisme in onze samenleving. En waarom een staatscommissie? Omdat het onze constitutie raakt. Niet de geschreven tekst van de grondwet, maar wel de manier waarop onze rechtsstaat nu werkt. Hoe mensen daar anders in behandeld worden. Of het nou gaat om algoritmes die de overheid gebruikt, of om etnisch profileren dat mensen tegenkomen. Ik zou het heel goed vinden als we daar nu toe overgaan. Het tweede voorstel dat ik zou willen doen is die instellingen, die organisaties, die bedrijven die mensen op de woningmarkt discrimineren of bij het zoeken naar een stage of werk discrimineren, uitsluiten van overheidsopdracht. Geen belastinggeld meer naar organisaties die Nederlanders op die manier in hun gelijkwaardigheid treffen. Het derde voorstel dat ik zou willen doen, en dat sluit aan bij een voorstel van vanochtend toen het ging over antisemitisme, is om de politie beter toe te rusten, ons hele stelsel beter toe te rusten om strafbare discriminatie aan te pakken. Daar te specialiseren, te zorgen dat het vervolgd wordt, zodat daders gestraft worden. Een vierde voorstel dat ik wil doen is in het onderwijs bij onze kinderen, bij onze jeugd zorgen dat de aandacht voor gelijkwaardige behandeling, de aandacht voor racisme, voor tolerantie, voor je in elkaar verplaatsen, beter verankerd wordt. Want als je kinderen leert zich in een ander te verplaatsen, doe je pas echt wat tegen racisme. Dan doe je pas echt wat tegen vooroordelen en discriminatie. Dat moet dus ook terechtkomen in de opleiding van leraren, in de opleiding van medewerkers in de jeugdzorg. En het vijfde voorstel, voorzitter, en meteen het laatste. Ik zie dat de klok niet loopt, maar ik voelde uw snuif. Dat gaat over symbolen. En symbolen zijn altijd hachelijk en gevaarlijk. Want dan zegt iedereen, ja, dat is maar een symbool. Maar symbolen zijn wel belangrijk als het gaat over erkenning en verwerking van het verleden. En ik zie dat er
verschillende partijen zijn die daar wat mee willen doen. Ik wil het hebben over Kati Kotti. De heer Azarkan vroeger terecht aandacht voor bij zijn oordeput. Dat is wat we vandaag vieren, 1 juli. Het breken van de ketenen, het afschaffen van de slavernij en dus de vrijheid. Ik zou het goed vinden, en ik vraag het kabinet daarop te reageren, als dat meer het karakter van een nationale feestdag zou krijgen. Als we die dag gebruiken om niet alleen stil te staan bij die zwarte bladzij in ons verleden, maar ook stil te staan bij het hedendaags racisme. Bij het racisme dat mensen vandaag de dag nog steeds ervaren, zodat we niet ophouden daartegen te strijden. En voorzitter, in dit debat hoop ik samen te werken met alle partijen die tegen racisme zijn. Want ik zeg er nog maar eens bij, racisme is geen mening. Het gaat niet om een grap, het gaat om het probleem eronder. En racisme is ook iets wat je met z'n allen moet bestrijden. Tegen racisme zijn is geen linkse hobby, is überhaupt geen kwestie van links of rechts. Het is een kwestie van beschaving. Dank u wel.